Hallo allemaal. Hartelijk dank voor het meedoen aan de Elle Block Workshop. In deze video zal ik je laten zien hoe keerwanden werken, niet de daadwerkelijke technische formules, maar een eenvoudige uitleg die je een beter begrip zal geven van wat er achter de wand gebeurt. Een keerwand is een constructie die de grond erachter vasthoudt of tegenhoudt. Er zijn veel soorten materialen die kunnen worden gebruikt om keerwanden te maken, zoals betonblokken, gestort beton, behandeld hout, natuursteen of keien. Sommige zijn eenvoudig te gebruiken, andere hebben een kortere levensduur, maar allemaal kunnen ze de grond tegenhouden. Bij het ontwerpen van een geschikte keerwand moeten verschillende vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld, is het zandgrond of klei of iets daartussenin? Wat bevindt zich boven de wand? Een oprit of iets zwaarder, zoals een zwembad? Zal de grond boven of onder de wand vlak zijn of onder een helling? Wat is de hoogte van de keerwand? Al deze factoren spelen een rol bij het ontwerpen van de keerwand. Om beter te begrijpen hoe keerwanden werken. Laat me je dat laten zien zodat we het beter kunnen begrijpen. Keerwanden lijken op aardedammen die groot en zwaar genoeg moeten zijn om de druk van het water tegen te houden. Het zijn samengestelde constructies die hun gewicht gebruiken om bodemdruk te weerstaan en sterk te bereiken door grondverdichting te combineren met geogridwapening en een elle blokfacing. De sterkte en het gewicht van de keerwand moeten groter zijn dan de druk die erop wordt uitgeoefend door de actieve zone van de grond die het glijvlak wordt genoemd. Dit glijvlak heeft vergelijkbare eigenschappen als de waterdruk achter aardedammen. De hoek onderaan het glijvlak wordt bepaald door de wrijvingshoek van de grond. De wrijvingshoek wordt vaak aangeduid als de schuifsterkte. De wrijvingshoek van een grondsoort kan worden vastgesteld door grond op de bodem te plaatsen. Als je grond op de bodem stapelt, vormt het van nature een kegelvorm. De stijlheid van de kegel is direct gerelateerd aan de wrijvingshoek van de grond. Als je ruwe, grindachtige grond hebt, kun je het in een steilere kegel stapelen dan wanneer je zachte, fijnkorrelige grond hebt. De wrijvingshoek van kleigrond is kleiner dan sterkere grondsoorten zoals zand en grind. Bijvoorbeeld, kleigrond vergroot het gebied van het glijvlak wanneer de hoek van het glijvlak wordt verkleind. Zanderige grond verkleint het gebied van het glijvlak wanneer de hoek van het glijvlak wordt vergroot. Keerwanden die verticaal zijn gebouwd, hebben nadelen ten opzichte van die gebouwd zijn met een hellingshoek. Denk erover na hoe gemakkelijk het zou zijn om je omver te duwen terwijl je verticaal staat met je voeten bij elkaar. Het zou niet veel kracht kosten om je omver te duwen. Denk dan aan je voordeel als je in de richting van de druk leunt. Er zal veel meer druk nodig zijn om je uit balans te brengen. Wanden met een hellingshoek verminderen de druk van het glijvlak en maken gebruik van het hefboomeffect van de druk. Een bovenbelasting voegt gewicht toe die de keerwand moet weerstaan. Het gewicht wordt toegevoegd aan het glijvlak. Een ander type bovenbelasting is een taloed of helling. Een taloed voegt oppervlakte toe aan het glijvlak, waardoor er meer druk ontstaat op de keerwand. Een keerwand die uitsluitend vertrouwt op zijn eigen gewicht om overeind te blijven, wordt een zwaartekrachtwand of ongewapende keerwand genoemd. De blokken en gebroken steenslag bieden voldoende massa om de bodemdruk te weerstaan. Hogere keerwanden zullen meer massa nodig hebben dan alleen de blokken en de gebroken steenslag. Dit is wanneer we een samengestelde constructie gebruiken van verdichte grond, gewapend met geogrid en een elle blokfacing. Deze massa gebruikt zijn eigen gewicht en interne schuifsterkte om zowel de druk van het schuiven als het kantelen van de tegen te houden grond te weerstaan. De gewapende grondmassa wordt een constructie en de blokkenwand wordt de facing ervan. Geogrids zijn synthetische weefsels, die specifiek worden vervaardigd voor het stabiliseren van hellingen en het vasthouden van grond. Deze geogrids zijn verkrijgbaar in verschillende materiaalsoorten, afmetingen en sterktes. Door de lengte van het geogrid in de wand te vergroten, vergroot je de massa van de constructie en kun je dus hogere wanden bouwen. De lengte van het geogrid varieert in het ontwerp met minimale lengtes van minstens 60% van de totale wandhoogte. Je kunt de massa van de constructie niet vergroten door meer lagen geogrid te gebruiken. Meer massa wordt bereikt door het geogrid te verlengen. Het toevoegen van meer lagen geogrid verhoogt alleen de schuifsterkte van de massa, niet het gewicht ervan. Elle Blok biedt modulaire en in elkaar grijpende betonblokken voor meer gebruiksgemak. Stapel eenvoudig de morteloze blokken op elkaar volgens onze installatieinstructies en creëer een onderhoudsvrije keerwand die bruikbaar extra grondoppervlak toevoegt en een maaiveld- of hellingprobleem oplost, vele andere problemen op het grondstuk op. Ik hoop dat deze voorbeelden je een beter begrip hebben gegeven van hoe keerwanden werken. Je kunt meer informatie vinden in onze Elle Blokbroschure en op onze website. We hebben nog meer video's over de extra voordelen van L-blokkeerwanden en gratis toepassingen voor calculaties en ontwerpen op onze website. We adviseren je om ze allemaal te bekijken. Veel bouwplezier! Altijd beter! Altijd L-blok.